Muziek, zang, dans, onthullingen van kunstwerken en bloemenhuldes. Een greep uit de activiteiten waarmee vandaag 5 juni de aankomst van eerste contractarbeiders uit India 150 jaar geleden wordt gevierd. Met als eregast de Indiase president Draupadi Murmu ging president Chandrika Prasad Santokhi voor in vele activiteiten. Wij brengen u het verslag van de activiteiten van gisteren en vandaag, te beginnen met vanmorgen. Rond 11 uur vond er bij de marinetrap een simulatie plaats van de eerste Hindoestaanse immigranten die met het schip de Lalaruk aankwamen. Bij de aankomst aan de marinetrap werden zij opgewacht door een ambtenaar die hun namen schreef in de immigratieregisters. Het geheel werd gadegeslagen door toeschouwers, waaronder tal van hoogwaardigheidsbekleders van zowel Suriname als India. Mitesh Bagu, waarnemend onderdirecteur Nationaal Jeugdinstituut, zei dat de simulatie van het schip een beeld schept van hoe het 150 jaar geleden aan toe is gegaan. Echter wees hij erop dat de contractanten niet wisten dat zij naar Suriname werden gebracht. Toen zij hier naar Suriname kwamen, wisten zij niet waar ze naartoe gingen. Er was geen Google Map, er was geen YouTube, dat je alles kon zoeken. Dus zij hebben gewoon voor een beter toekomst gewoon ingestapt in Lalaroom om naar een land te gaan waar ze dachten dat het beter zou zijn. En over 150 jaar kunnen wij zeker als nazaten zeggen dat we best wel blij moeten zijn dat onze voorouders toen dan zo'n stap hebben genomen om richting Suriname te komen. En ik denk dat we heel blij zijn dat we hier in Suriname zijn en een bijdrage mogen leveren aan de opbouw van ons land. En wat betekent 150 jaar Hindoestaanse immigratie voor Suriname? Nou, 150 jaar Hindoestaanse immigratie betekent dat zeker de Hindoestanen die uit India zijn gekomen, samen met alle andere bevolkingsgroepen in Suriname, een bepaalde cultuur en traditie hebben meegenomen naar Suriname. Wat wij vandaag als Suriname zijn, is mede dankzij de nazaten. De Hindoestanen zijn overal te vinden, in alle politieke partijen, in alle geloven zijn de Hindoestanen te vinden. In alle culinair zijn je ook Hindoestaans eten en al. Dus wat we zeggen is dat hele moxie wat wij als Suriname hebben, is mede dankzij ook de Hindoestanen die hier zijn gekomen. De delegatie verplaatste zich naar het Onafhankelijkheidsplein, waar het stichten van een dorp en het leven van contractarbeiders is nagebootst. Vervolgens ging de delegatie onder leiding van president Santokhi en president Murmu naar het standbeeld van Baba en Mai voor een bloemenhulde en het planten van een boom. President Santokhi zei dat er hulde wordt gebracht aan de moed en durf van de Hindoestaanse voorouders. Maar ook de overtuiging dat ze gaan naar een land om een betere toekomst te creëren voor hun kinderen en hun kindkinderen en nazaten. En dat zijn wij. Daarom brengen we hulde. Gefeliciteerd jullie allemaal met deze dag. En laten wij ook memoreren dat wij als samenleving in staat zijn gebleven om te zorgen dat we onze waarden, normen, cultuur, omlokke parampara, omlokke Sanskriti, omlokke Bhasa, dat we dat hebben behouden. Jullie ook allemaal gefeliciteerd. Aan het begin van de middag werden er ook kransen gelegd bij het standbeeld van Mama Sranang en vond de Fort Zeelandia de onthulling plaats van het monument van de 3 verzetstrijders Mathura, Ramjani en Yupa Rajgaru, die in de contractperiode ondanks alle tegenslagen zijn opgekomen voor hun lotgenoten voor betere leef- en werkomstandigheden op de plantages. Defensieminister Mathura zei aan onze redactie dat deze dag er één moet zijn om dankbaar voor te zijn. Het is een mooie dag om dankbaar te zijn voor de offers die onze voorouders hebben gebracht. Dat ze moed en durf hebben opgebracht om de reis hier naartoe te ondernemen. En dat ze hier keihard hebben gewerkt, heel veel offers hebben gebracht, heel veel zaken hebben getrotseerd. En dit prachtig land voor ons hebben achtergelaten samen met alle andere bevolkingsgroepen. Dat ze hun cultuur hebben meegenomen en dat ze dit land verrijkt hebben. En dat geldt niet alleen voor de Hindoestanen, maar alle andere bevolkingsgroepen met de inheemse. Dus ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Ik put ook inspiratie uit en kracht uit. Als ik voor moeilijkheden sta, dat ik kijk naar wat hebben zij getrotseerd. Minister Mathura benadrukt dat 150 jaar Hindoestaanse immigratie markeert dat de Hindoestanen dit land samen met alle andere bevolkingsgroepen in eenheid moeten opbouwen.